Yes guys, what's up? Paul hier. Welkom weer bij een gloednieuwe video. Deze video gaat over het maken van wereldklasse ad copy. Dus dit is voornamelijk voor Facebook ads en dit is exact de exacte ad copy template die ik gebruik, die mijn studenten gebruiken en deze kan je ook voor jezelf gaan toepassen. Oké. Okay. Nou, hoe schrijf je ten eerste goede ad copy? Je trekt je klanten aan door middel van je product dat je verkoopt zonder alles weg te geven. Gebruik niet te veel tekst, maak het makkelijk voor het oog, maak het snel leesbaar en gebruik simpele woordenschat. En gebruik hierbij ook emoties. In mijn voorbeeld heb ik die er niet bij gezet, maar voor het echte werk kan je wel emoties toepassen. Oké. Okay. Maar wat is dus de ad copy template en de ad copy checklist die ik gebruik, die mijn studenten gebruiken en die jij kan toepassen. Voordat ik hem volledig met je deel. Like, abonneer en laat een comment achter voor dit kanaal, zodat ik verder kan groeien en veel meer van dit soort valuable video's voor je kan maken. Oké. Okay. Gaan we gelijk weer door. De eerste regel en de eerste zin moet super boeiend zijn/scrollstopping. En de eerste regel en de tweede zin is een probleem dat kan worden opgelost door middel van jouw product dat je verkoopt. En de tweede regel is een productdifferentiator en de belangrijkste voordelen van het product. Wat maakt jouw product anders dan andere producten en wat zijn de belangrijkste voordelen die dit product brengt aan jouw potentiële klant? Daarna volg je met een URL met een beperkt aanbod en je maakt de URL zo kort mogelijk via Shopify Navigations. Kan je een URL omleiding maken? Die maak je zo kort als mogelijk, dus zonder products. Dus gewoon shopnaam.nl/slash productnaam. En dan, ja, jouw shopnaam, die weet ik natuurlijk niet. En jouw productnaam ook niet. Maar dan heb je in ieder geval een voorbeeld daarbij. Dan heb je drie tot vier bullet points met voordelen. En die gebruiken we door middel van groene vinkjes. Het laatste punt moet de garantie zijn: dus 100% tevredenheid of jouw geld terug. Of 30 dagen geld terug garantie. iets in de richting. Daarna eindigen we met een accolade lijn. Met betrekking tot de kwaliteit/slash populariteit van het product. Waar je vooral op moet letten is. De kwaliteit, dus controleer je grammatica, zorg ervoor dat je geen spelfouten maakt. Heel bezig, maar dit zie ik alsnog heel vaak terugkomen. En de gelijkmatige spatiering. Nou, dat betekent eigenlijk gewoon, de spatie is op de juiste plek. Zorg dat het er nice uitziet. Zeker met de samengeperste bullet points. Oké, okay. oh, toevallig heb ik deze wel met, uh, met emoties erbij staan. Dus dat is top. Nou, de eerste emotie die je ziet, en dit is een voorbeeld van een ad-copy die ik zelf heb gebruikt en die heel winstgevend is. En Dat is niets anders dan een hartjes-ogen-emotie. De eerste emotie die ik vaak gebruik, is dus echt om de aandacht te trekken van de klant. En de tweede is dus meer ja, richting het product eigenlijk. Oké, okay, deze ad-copy is dus voor een uh, oorbelhouder. En deze oorbelhouder maakt het dragen van oorbellen pijnvrij. Dus dat is dus een probleem dat je oplost. En ook de scrollstopper. Dus als je deze oorbellen dus draagt, heb je geen pijn aan je oren. Dat is misschien iets wat vrouwen wel kunnen ervaren die dit product willen kopen. En wat lost dit op? Zeg vaarwel tegen het ongemak van trekkende oorbellen. Dus die de hele tijd trekken aan je oren, dat dus pijnlijk en irritant en frustratie oplevert. Aan nou, dit product heeft dit duidelijk niet. En dat lost dus een probleem op. En daarom heb ik dit product ook geadverteerd. Naar nou, de Heartbreaker Trademark. Dat is productnaam. Dus zo kan je ook productnamen leren in deze korte video, biedt comfortabele ondersteuning voor oorbellen van elk formaat en voorkomt vervorming van de oorbel vorm naar verloop van tijd. Dus zorg ervoor dat de oorbel altijd hetzelfde blijft. Dan volgt de beperkte voorraad, dus je storenaam.nl, slash productnaam of in ieder geval domeinnaam, kan ook .com zijn, maar ik heb voor dit geval .nl omdat ik voornamelijk in Nederland en België adverteer. En daarna komen de voordelen, zijn we bij aangekomen. Effectieve, effectieve vlindersluitingtechnologie houdt alle soorten oorbellen stevig vast. Nou, door dit product houdt het dus vast en dat is dus het grootste voordeel. Zorgt voor een instant lift, voor een onberispelijke afwerking, weer een super voordeel. En minimaliseert de kans op verlies van kostbaarheden. Nou, je raakt hem ook niet makkelijk kwijt, daar gaat dat voordeel op. En garandeert de tevredenheid of jouw geld terug. En als laatste zin hebben we ook de en dat is goedgekeurd door juweliers wereldwijd. De headline die je gebruikt voor je ad copy is dus ook goedgekeurd door Julius wereldwijd. Zoals je ziet, is dit de primaire tekst van je Facebook ad. En dit is de headline. En de nieuwsfeed link beschrijving gebruik je gratis verzending alleen vandaag. Die is altijd hetzelfde en deze is ook altijd goedgekeurd door X wereldwijd. Nou, dat was eigenlijk alweer de ad copy template. Ik heb weer 4,5 minuten value voor je gespit. Ik zie je graag weer terug in de volgende video waar ik veel meer waarde voor je ga delen. Ciao, ciao.